Koolmeesje. Daar, 1, 2. Koolmeesje. Ja, als je erop let, zie je er ineens best veel. En door de verrekijker zien sommige vogels er hartstikke mooi uit. Ik heb een winterkoninkje gezien. Ik heb een zwarte kraai gezien. Een kuil. Een hegemus. Veel spreeuwen. Een ekster. Ja, ik hoopte heel erg het pimpelmeesje, omdat dat mijn lievelingsvogel is. En dat is gelukt. De pimpelmees, omdat die heeft wel een leuke kleur aan. Maar ik vind het wel grappig. Deze kinderen in Ede zijn er maar druk mee met tellen. Daar, een ekster. Ieder jaar tellen mensen de vogels in hun tuin of op hun balkon. Daar zijn vogelkenners blij mee. Nou, je krijgt een heel goed beeld hoe het dus met vogels gaat. En vooral ook hoe ze onze tuinen gebruiken. Het is gewoon heel erg leuk om daar vooral achter te komen welke vogels er in jouw tuin zitten. Dus groep 8 van de Vlinderboom helpt een handje mee en trekt de natuur in vlakbij school. Ja. Okay, een pimpelmees. En wat zien ze daar dan vooral? Nou, de merel bijvoorbeeld en de koolmees of de pimpelmees. En vergeet de vink niet. En de kou, die hoor en zie je ook vaak. En de meest getelde vogel in Nederland is de huismus. Toch is het een soort die sinds de jaren 70 is gehalveerd, dus het gaat helemaal niet zo goed met ze. Hoe komt dat toch? Vooral doordat mensen vaker tegels in de tuin hebben in plaats van lekker veel groen. En dan heeft de huismus minder eten en minder bescherming. En deze lust ook wel een vogeltje af en toe. Ik heb zelf een kat en die komt bijna elke week wel met een vogeltje of een ander klein beestje thuis. En meestal is dat een mus. Dus we willen lekkere rommelige hoekjes met veel bloemen, kruiden, waar insecten en zaden te vinden zijn. En ze willen verstopplekken. Dus denk aan dikke klimop, heggen in plaats van schuttingen. Dus gewoon vooral heel veel groen. En daar hebben de kinderen hier ook wel ideeën bij. Nou, ik denk dat ze daar wel wat aan moeten doen. Want ik bedoel, er mogen geen vogels uitsterven, want het zijn mooie beesten. Ik denk meer voedsel in de tuin neerzetten en gewoon meer groen planten, zeg maar. Vogelhuisje neerzetten bij een boom. En dan komen er waarschijnlijk wel veel meer vogels op af.